Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat ik hier hanteert. Omdat, dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording, dat ik dacht, dat kan niet, dat... Excuseer. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier nu aan het gebeuren is. Sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet wel. Mm-hmm. Plus het feit, als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan, hoor. Ik bedoel, maar moeten we nu nog antwoorden of liever? Goed. Ja, dan zwijg ik liever. Excuseer, aan de... Ja, meneer, je had een opmerking, een... Ik heb het zelfs gehoord. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemman. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan horen, dat ze horen, is dat... Ik vind het vrij ergerlijk, meneer, ergens u een half uur. Dit kan zo niet, absoluut niet. Uitgelacht te worden, vlak in het gezicht van Frank. Sorry. Ja, dan. Excuseer me.